We mochten niet met z'n allen in één grote ruimte zitten. Corona. Ja, origineel worden. En ja, we hadden stiekem iets al gehoord van ergens een drive-in diploma-uitreiking. En we zeiden, ja, dat moeten wij nog origineler kunnen. Zo'n ontvangst hier. Ja, leuk. Ik had het niet verwacht. Ze hebben het goed geregeld. Maar ja, het is toch wel niet hetzelfde als een normale gala. Ryan, super gedaan. Je hebt echt goed je best gedaan hier op school. Gefeliciteerd met je diploma en succes. Meestal is het zo, dan zit je in een grote ruimte. Het is meestal veel te warm, zoals ook vandaag weer. Je zit in die ruimte en je luistert naar de directeur, je luistert naar teamleiders, dan komt de mentor, vervolgens doen we een keer een praatje, diploma ondertekenen en weer weg. Er moet sowieso wel iets meer cachet aangegeven worden en plezier. En weet je, deze kinderen zijn ook niet zo van het lange luisteren, hè? Laten we eerlijk wezen, het is VMBO. Dus als ze daar zitten, denken ze wel, oké, wanneer kan ik gaan? Maar dat denken ze nou niet hoor, echt niet. Ze gaan allemaal tot aan het ijsje toe, hè? Ga je nou feesten? Ja, dat denk ik wel. Nee, ik ga het niet echt vieren of zo. Ik ben gewoon geslaagd, is gewoon goed.